Oh jongens, er is weer zoveel gebeurd deze week. Denk jij, ik moet het weer even allemaal op een rijtje zetten? Nou, dan heb ik de oplossing voor jou. Check deze wake-up date! Tirza, Gijs en Nouri zijn op uitwisselingsreis naar Valencia. En mevrouw Steenkamp is mee als begeleider. Hey, we zijn dus gewoon aangekomen na een super lange reis. Maar we zijn in Valencia. En je ziet al allemaal palmbomen. Dat is natuurlijk wel beter dan die bomen bij ons. Oh, en een fontein, kijk daarachter. Nou, ik ruik volgens mij de zee ook al. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet via een filmpje sturen. Het liefst had ik Leon meegenomen op deze reis. Maar ja, dan moet ik het maar op een andere manier met hem delen. Zodat we toch een beetje samen zijn. De volgende ochtend gaat de groep kennis maken op de Spaanse uitwisselingsschool. Can he talk English? No, I can't. Voy a hablar en castellano, ¿sí? Muy bien. We have to do the activities on the folder with the Spanish girl. So you... Jij moet wisselen. Met wie? Ja, met deze jongen, tweetal. Oh. Is dit serieus? Moeten we echt schoolwerk gaan doen nu? Dan kunnen we net zo goed in Nederland blijven, toch? Even serieus, wat is dit? Alleen maar aubergines en champignons, ik lust dat gewoon niet. Kun je niet voor één keer gewoon onbekende dingen gaan eten? Het eten hier is echt lekker in Spanje, heb ik gehoord. Doe gewoon. Maar dat is toch niet hoe het werkt? Ik kan niet in een paar dagen tijd ineens mijn hele smaak omgooien en alles lekker vinden. Oké. Ik ga gewoon voor de pollo, als je het niet erg vindt, hè? Er zit je gewoon niks bij voor mij. Allemaal onbekende gerechten. Was dat jouw maag? Ja, ik heb eigenlijk best wel honger. Ik was blij dat we op het strand lagen. Doordat ik niks had gegeten, was ik echt mega gaar. Alweer ziet Tirza geen enkel herkenbaar gerecht op de kaart staan. Of iets wat ze lust. Zo, dat ziet er goed uit. Ik ga er ineens een foto van maken, want niemand hier jaloers van wordt. Dat is lekker, hè, broodje? Wat zit er dus weer gewoon? Dan zit je weer op je telefoon. We zitten in Valencia, we zitten niet in Nederland. Dat is toch hartstikke zonde? Ik was alleen niet van het bellen. Nee, ik vind het asociaal wat je doet. Kom nu gewoon met ons mee en je gaat gezellig bij ons zitten. En deze die hou ik wel even. Die krijg jij morgenochtend pas terug. Nee? Ja. Nee, maar dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nee, want in de avond dan ben ik altijd met Leon. En als ik dat dan niet doe, dan denkt hij misschien dat er iets ergs is gebeurd of zo. Of dat ik misschien een vriendje heb of zo. Hey. Wat is er aan de hand? Gaat het goed? Gaat het? Gijs is gisteren met Tirza en Nouri in Valencia aangekomen. Want ze zijn op uitwisselingsreis naar een Spaanse school. De lessen beginnen vandaag laat, dus de ochtend besteden ze aan het verkennen van de stad. Maar je hebt amper wat gegeten vanochtend, Tirza. Ik had fruit op. Maar verder zat er gewoon niet echt wat tussen voor mij. Het was allemaal onbekend of er zat vlees in. En ze hadden geen hagels. Een ijsje. Ik ben echt wel blij hoor, want ik ben nog nooit in Spanje geweest. Het enige jammer is alleen dat ze hier zo vies eten hebben. En dat die twee gasten zo vermoeiend zijn. En dat ik Leon mega mis. Hola. Hola. Todo oké? Sí, yes. Señorita. Qué guapa tú eres. Wat hebben zij het nou weer gezellig? Ze spreken niet eens op elkaars taal. Dat is niet waar. Ze spreken toch allebei de taal? Van de liefde. Noor en ik dachten erover dat het dan leuk was als we een local meenemen. Ik heb vanmorgen al een wandeling ingepland. Oké. Okay. Waar is Fernando? Hè? Had het toch al lang moeten zijn? Oh, er staat dat de les is uitgevallen. Dus dat we hier nu voor niks zitten. Maar ze weten iemand die mee kan wandelen morgen. Dat is wel gezellig, toch? Ja, is goed. Nou, jongens. Ja. Manuel vindt me helaas niet leuk. Dacht je dat echt? En weet je hoe ik dat weet? Nou, vertel. Hij is verliefd op Lola. Kijk dan. Concurrentie, jou? Shit. Nouri, Gijs en Tirza zijn met mevrouw Steenkamp op uitwisselingsreis in Spanje. En vandaag maken ze met twee Spaanse klasgenoten een lange wandeling in een natuurgebied net buiten Valencia. Vogel, schrikker. Vogel, schrikker. Wat? Nou, vogel. Oké, ze heeft first vogel. Tem, verschrikker. Verschrikker. Oké. Okay. Onze buitenlandreis is echt sick. Komt misschien ook door onze uitwisselingsstudent Lola. Oh, ik heb geen bereik. Somos perdido? Verdwaald? No, perdido. No, wel een beetje. We are here. No. It's good. It's good. En ik ken deze weg. Ik denk gewoon, ja, we hebben een omweg gemaakt of zo. Dus, of we zijn te snel gelopen. Dus ik denk gewoon, we moeten teruglopen. Dat is het. Ik ken het.
Maar na 2 uur hebben ze de parkeerplaats nog steeds niet gevonden en beseffen ze dat ze toch echt verdwaald zijn. Laten we gewoon gaan. Jongens, het is echt heel oud. Wacht even. Denk je dat het gebroken is? Ik ben verzwikt of zo. Ja, wat moeten we nu doen dan? Moeten we hulp gaan zoeken of zo? We get help? It's Manuel. Manuel? Muy bien. ¿Has encontrado el parking? ¿Dónde estabas? No, el parking no lo he encontrado, pero hay un arroyo de agua allí. ¿Agua? Agua. ¿Y el parking? No sé dónde está el parking. Bueno, vamos a decirles eso, que es una buena idea. Gifón, agua. Water, dat is tenminste iets, toch? En de parking? No. No, no, no. No puedes hacer fuego aquí. ¿Qué? No puedes hacer fuego. No! Fire! Vas a crear un incendio. ¿Qué forest? No puedes incendiarlo. You're crazy. Ja, hij zegt dat je geen vuur mag maken in de forest. Domme. Está usando una piedra para hacer fuego. Con esto no vas a hacer nada. Maak je vuur, man. Met je vuursteen. Sorry. Het was een spannende en onrustige nacht in het bos voor Tirza en haar klasgenoten. Maar hij zit erop en dit geeft ze weer wat positieve energie. De meeste dan. Wacht. Ja. Tirza. Tirza. Jongens, waar is Tirza? Willen jullie even gaan kijken waar ze is? Ja. Ja, en dan niet zo gaan kijken dat je verdwaalt, maar gewoon in de buurt. Oké, komt goed. Ja? Ja. Stel je voor, ze is hier vanaf gevallen? Nee, joh. En ze ligt bewusteloos daar? Echt niet. Ze komt vast wel weer boven. En? Nee. Hoe kan ze dit nou doen? Ik heb net nog, dat hoorde je toch, ik heb net nog gezegd dat ze hier moest blijven. Weet je wat, laat maar, we gaan wel met z'n allen kijken. Weet je het zeker? Ja, het zou wel moeten, hè? Fernando! Tirza! ¿Qué pasa? Tirza! Jeetje, waar was jij? Heb je bereik? Nee. Fernando! Fernando! Lola! Hé, hey, ben je hem net tegengekomen? Ja. Hey. Ziet er al een stuk beter uit. Ja. Nou, hij is ook verzwikt, maar... Het was steeds een beetje beter, dus dat is wel fijn. Hé, hey, hoe is het met jou? Ik doe even een rondje. Die jongens die liggen volgens mij al te tukken, want die hoor ik niet. Ja, gaat wel goed. Ja? Ik vond het wel fijn om weer even met Leon te kunnen bellen. Je hebt het wel te pakken, hè? Nou, dat vond ik eigenlijk wel het ergste. Dat niet connected zijn. Gewoon ook met Leon, maar ook met Haley en Precious. Dat je gewoon niet weet wat iedereen aan het doen is. Gijs, Tirza en Nouri zijn samen met mevrouw Steenkamp in Valencia, waar ze op uitwisselingsreis zijn bij een Spaanse zusterschool van het Prinses Irene College. Vandaag is de laatste dag. Oké, jongens, jullie worden om 3 uur opgehaald. Dus ik wil dat jullie dan ook echt om 3 uur bij de ingang staan. Ja, man, we zijn geen 8 meer. We redden ons wel. Ja, nou, maakt niet uit hoe oud jullie zijn. Jullie zijn mijn verantwoordelijkheid. Dus ik zou het fijn vinden als jullie gewoon allemaal daar zouden staan. Weet dat je straks over 1 uur weer zit met trilhandjes van... Ik wil wifi. Jullie zouden dat eens moeten proberen. Jullie kunnen dat nooit. Huh? Echt wel. Echt wel. Ja, laat zien dan. Oké, is goed. Mijn best. Ik kom met je telefoon. Ik leg ze wel even bij de receptie. Tss, ik niet kunnen. Señorita, ¿cuánto tiempo? 1:15. Gracias. Het is dus 1:15, dus we moeten nu wel ongeveer weg. Oh nee, wacht. Mijn broek is zeiknat. Ik ga zo die stad niet inlopen. En we moeten pas om 3 uur terug zijn. Dus genoeg tijd. Ja, maar we moeten nu wel echt een beetje weggaan, want we moeten ook nog aan mensen gaan vragen waar we naartoe moeten. Ik had echt geen zin om te haasten. Het hele idee van deze dag was juist om te chillen. Maar ik had ook geen zin om te laat komen, want dan zou mijn moeder helemaal gestrest worden. Oké, wacht. Laat me ook nog even zo drogen. Oké, 10 minuten dan, maar daarna loop je gewoon in je natte broek. Tirza, Gijs en Nouri lopen terug naar het hotel. Maar zonder telefoon is het niet zo makkelijk terug te vinden als ze dachten. Die man zei toch dat we weer naar links moesten? Ja, volgens mij wel. Maar op een gegeven moment deed hij wel een soort bochtje met zijn hand. Dus misschien bedoelde hij dat we moeten afslaan of zo.
Dat had je ook eerder kunnen zeggen, hoor. Ja, ik kom er toch ook nu pas achter. Je had ook gewoon zelf even kunnen opletten. Ik weet niet, hoor. Maar zou je maar even heel snel willen terugbellen? Want ik snap hier dus helemaal niks van. Ik bel net met school. En zij zeggen dus dat jullie daar helemaal niet zijn aangekomen. En ik snap dat dus absoluut niet, want ik heb jullie zelf in die taxi gezet. Waar zijn jullie? Bel mij nu. Mevrouw Steenkamp vond dat ik minder mijn telefoon moet. Dus dat we nu alweer verdwaald zijn, is gewoon haar schuld. Do you know Blanco thuis? Sí, está 20 minutos de aquí. Oké, zo... Hoeveel minutos? 20 minutos, más o menos. Zeker 20 minuten. Ik heb nu al blaren. Daar zijn jullie! Ja, waar waren jullie nou? Het was echt niet de bedoeling dat we zo laat zouden komen. Stop, ik heb niet goed gelezen en de trein die gaat al over een uur. Dus we moeten nu zo gaan. Kom, snel. Ja, ik doe het. Moet ik snel doen? Ja.